Het leek op grote paniek gisteravond. Om 8 uur 's avonds brak in Twente op meerdere plekken tegelijk brand uit. Het gebeurde in Enschede, Almelo, Losser en Nijverdam. Maar de huizenbranden waren gesimuleerd. Brandweer Twente heeft 5 branden gesimuleerd in verschillende wijken. Hoe zijn wij op dit idee gekomen? Dit idee is ontstaan door een bericht uit de media, waarbij een man en een vrouw nagenoeg op hetzelfde moment een ongeval hadden. Mensen staan open voor het ontvangen van informatie als er daadwerkelijk brand ontstaat in hun eigen buurt. En mensen willen graag dan ook meer informatie hebben hoe ze het zelf brandveilig kunnen. In Nijverdal, Almelo, Hengelo, Losser en Enschede zijn wijken uitgekozen op basis van brandgegevens. Deze zijn gekozen als kick-off locatie voor de brandpreventieweken. Het gemiddeld aantal branden lag hier hoger dan in de rest van het dorp of stad. Alles leek erop dat er daadwerkelijk brand aanwezig was in het pand. Er werden lichtslangen en brandlichten in het pand geplaatst. Alle branden waren precies op hetzelfde moment gepland en uitgevoerd. Denk Oudersbeurt en Enschede. Het leek op... Meld een woning aan de Tubbergenbrink in nummer 28. Waarom brandt hij al? Door de aanwezigheid van de brandweer liep de buurt uit om te kijken. De mensen waren vooral verrast van wat er allemaal gebeurde. Ja, de actie was vooral nodig om mensen erop attent te maken wat ze zelf kunnen doen voor het geval er brand ontstaat bij hun in de woning. En welke maatregelen ze kunnen nemen voordat de brandweer er komt. Want dat zijn de meest cruciale momenten om veilig je huis te kunnen ontvluchten en veilig zelf de eerste maatregelen te kunnen nemen bij brand. Naast de kick-off hebben we meer gedaan. Inderdaad, we hebben als Brandweer Twente meer gedaan dan 5 geanceneerde branden in het gebied Twente. We zijn diezelfde week nog weer die wijken ingetrokken om mensen voor te lichten met woningchecks. Naast deze woningchecks hebben we ook middelen ingezet die wij tot onze beschikking hebben als Brandweer Twente. Namelijk onze voorlichtingscontainer. Daarnaast hebben we nog een ander uniek middel die we daarbij in hebben gezet. Denk hierbij aan het springkussen. Een springkussen waarbij de kinderen uit de buurt konden spelen en aanraking komen met het thema brandveiligheid. En waarbij we op datzelfde moment via de voorlichtingscontainer de ouders kunnen voorlichten over wat kun je doen voor het voorkomen van brand. En wat kun je doen op het moment dat er brand ontstaat om zo snel mogelijk jezelf en je gezin in veiligheid te stellen. Daarnaast heeft de media een belangrijke rol gespeeld voor de kick-off. Tevens is er gebruik gemaakt van de hulpverleningssites uit Twente. Zowel vanuit de lokale en de regionale kranten en nieuwssites. Twitter speelde een belangrijke rol tijdens de kick-off. Er werd door verschillende personen getwitterd, ook door de burgemeester van Losser. Waarom vond u deze actie belangrijk? 1 oktober was ik aanwezig bij de start van de brandpreventieweken in Losser. Heel belangrijk dat de brandweer aandacht heeft voor preventie, want brand heeft een enorme impact op mensen. De burgemeester heeft een aantal keren een aantal slachtoffers van branden moeten bezoeken en heb gemerkt wat voor impact het op mensen heeft. Brandweer Twente staat voor gerichte acties met een hoog rendement en specifiek gericht op bepaalde doelgroepen. De wijken die zijn namelijk niet willekeurig gekozen, maar vooraf via een veiligheidsscan bepaald en het profiel meegekregen dat ze een verhoogd risico hebben. Tegelijkertijd zijn wij ook aan het kijken om dit soort acties verder door te zetten, voor de toekomst ook. Waar we met name kijken naar wat heeft het nu opgeleverd en op basis daarvan onze actie weer bij te stellen. Brandweer Twente, daadkrachtig, deskundig, behulpzaam.